Autoir is beminnelijk door de peperbustorentjes en de vele 16e-eeuwse kasteeltjes. Oh ja, natuurlijk behoort ook Autoir tot de 100 mooiste dorpen van Frankrijk. Maar vooral de ligging in het Keteldal is magnifiek. Het Cirque d'Autoir is een kalkstenen rotsland in de vorm van een amfitheater, uitgeschuurd door het stromende water van de rivier d'Autoir. Let op de prachtige gelaagdheid van de rotswand. Pigeonnier, oftewel duiventillen, vinden we overal in het dorpje terug. Vroeger hield men duiven voor de mest op het land. De tactiek was ervoor te zorgen dat de duiven fourageerden op het land van de buurman en poepten op het eigen land. In het centrum, bij de oever van de rivier, staat de Église Saint-Pierre. De kerk werd in de 18e eeuw grondig verbouwd. Alleen de apsis stamt nog uit de 12e eeuw. De kerk en de staat zijn in Autoir broederlijk verenigd aan een klein pleintje. Op een ander pleintje staat de Fontaine aux Dauphins. In Frankrijk weet men de gekozenen nog te eren, zoals u ziet.